Zoals jullie weten is Honolulu King gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. En wat je ook merkt is dat ze hem niet moeten. Ze noemen hem Oerang Oetang, pinda. Hij wordt gediscrimineerd. Hij vertelde dat verhaal aan mij en zei er ook bij, maar jij moet het ook geheim houden. En ik kwam erachter dat 70 jaar na dato er nog steeds kinderen worden geboren met mutaties. Ja, we gaan het over waarheid hebben. Wie goed is en wie fout is. Wil je mij aan tafel hebben? Dat kan.